Ik ben hier heel benieuwd naar. Een make-up remover doek. 79 cent. Poepscheppen was nog nooit zo leuk. Nou, hallootjes. Ik ben er weer. Ik ben Marloes. En superleuk dat je kijkt naar een nieuwe Action Shop blog. Ik heb een eigen blog die heet budgetproof.nl. Ken je misschien wel. Of ook totaal niet. Maakt niet uit. Ik ga mijn naam eer aandoen deze shopblog. Want ik heb namelijk een stuk of 25 spulletjes gekocht. Die onder de 25 euro kosten. Ik had het misschien niet verwacht, maar ik ben heel goed geslaagd. Ik heb praktische dingetjes, gebbetjes, gekkigheidjes. Eigenlijk heel veel diverse dingen voor 99 cent of minder. Ik ben benieuwd of jullie tegenwoordig weer regelmatig bij Action komen. Ik wel. Ik ben er helemaal blij mee dat we weer een beetje kunnen shoppen. En laten we gaan kijken naar wat ik heb gevonden. Ik had dus nooit verwacht dat ik zo enthousiast zou zijn over poep. Toch is het geval. Dit zijn namelijk poepzakjes waar ik helemaal blij van werd. Ze zijn roze en met hartjes. Ik ga hem even openmaken, want ze zijn gewoon heel leuk. Dus poepscooper wordt hiermee echt gewoon gezellig. Er staat op hondenzakjes. Nee, dat staat er niet op, want je hoeft je hond er niet in te stoppen. Hondenpoepzakjes. Tadaa. Het zijn gewoon plastic zakjes. Deze zijn volgens mij niet biologisch afbreekbaar. Nee, er staat alleen maar hondenpoepzakjes op. Dus nou, helemaal gezellig. Roze, hartjes, poepscheppen was nog nooit zo leuk. Kostte 69 cent. Dit ziet er in eerste instantie uit als een vrij saai product. Maar ik kan je vertellen dat dit het niet is. Want als er vlekken op je muur zitten of op je schoenen. Ik ga even acrobatisch doen, zeg maar van deze witte onderkanten van de schoen. Ik ga het gewoon gelijk even proberen. Die kan je helemaal weer wit krijgen met deze melanine sponsen. Oké, ik heb mijn schoenen voor uitgetrokken. En je kent het wel dat je sneakers van die hele hardnekkige vlekken hebben die er gewoon niet afkomen. Wow, het gaat echt super snel. Kijk dit. Oh, ik vind dit echt een briljant ding. Ik had er heel veel over gezien op Instagram voorbij zien komen. Dat dit echt een topproduct van Action was. En je kan er dus ook de muur mee poetsen. Dus mocht je een kastje of een spiegel of iets dergelijks tegen de muur hebben staan. Dan krijg je het hiermee weg. Je krijgt er dus drie. Zijn het er drie? Oh nee, 1, 2, 3, 4, 5. Ik kan niet tellen. Je krijgt er 5 voor 99 cent. Dan een lief plantje voor in je interieur. Ze hadden ze in verschillende soorten. Dus super cute om dit allemaal bij elkaar te zetten in de vensterbank of iets dergelijks. En deze verwelken dus nooit. Komt in een potje. Zitten steentjes bij ook ter decoratie. Deze plantjes kosten 99 cent per stuk. Oh, en ook bij de interieurspulletjes vond ik dit. En dit is misschien wel het item waar ik het meest enthousiast over ben in deze hele shoplog. Want hiermee kan je dus standaard meubels superleuk pimpen. Zo'n deurknopje kost 78 cent. En stel je hebt een standaard meubel van de Zweedse meubelgigant of een Action meubel. En die wil je toch wat bijzonderder maken. Dan schroef je gewoon andere deurknopjes op. En heel eenvoudig gewoon erop te schroeven. Leuk! Dit deed mij dus aan vroeger denken. Als ik op vakantie ga, dan heb ik altijd veel te veel kleding bij me. Maar toch heb ik mijn favorieten. En als die vies zijn, dan baal ik. Dit is dus reiswasgel. Er staat ook een vliegtuig, je koffertje, caravannetje. Het is voor 12 wasbeurten en hij kost 99 cent. Oh, ik wil eigenlijk wel weten of hij lekker ruikt. Niet geheel onbelangrijk. Oh ja, gewoon echt heel fris. Naar shampoo ruikt hij een beetje. Nou, lekker wel. Oh ja, dit is ook een topper. Ja, ik ging dus naar de winkel met de opdracht onder 99 cent shoppen. En normaal kijk je niet zo erg naar al die prijskaartjes. Want als je bij Action shopt, dan weet je sowieso dat het betaalbaar is. Maar nu was ik dus echt aan het spotten of het 99 cent of minder was. En toen kwam ik bij dit ding. Wat is het, denk je? Nou, het is dus een uitschuifbare plumo. Fantastisch ding. Dit ding kan je dus ook zo buigen, zodat je in alle hoekjes kan schoonmaken. Ik ben nooit zo enthousiast over schoonmaken, maar over dit ding wel. Mega praktisch. Hij is 94 cent. Dan tover ik even iets uit de tas in mijn lievelingskleur, lila. Dit is een lila kaars en dat is helemaal hip om allerlei verschillende kaarsjes in andere kleuren in je interieur te verwerken. Deze Candra Diner kaars is 43 cent. Ik blijf even in hetzelfde thema. Dit is een geurkaarsje. Hij komt in een heel leuk blikje en er staat op sea salt en coconut. Ze hadden allerlei verschillende leuke geurtjes. Volgens mij hadden ze ook vanilla en bourbon. Die vond ik ook heel leuk. Zomerse geur wel. En er zit gewoon in een gezellig blikje. Hij kost 87 cent. Jeetje, wat heb ik toch best wel een paar dingetjes voor het huishouden geshopt. Dit ding, daar werd ik gelijk vrolijk van. Het is een microvezeldoek. Dus echt zo'n poetsdoek, vaatdoek. Dit zijn allemaal cactusjes, maar hij was er ook met een tropische vogel en allerlei gezelligheid. Poets en stijl doe je voor 54 cent. Dit is echt zo'n gebbetje dat je denkt, nou wat is dit? Maar leuk is het wel, het maakt je gewoon aan het lachen. Dit is een solar figuur. Hij kost 99 cent en superleuk in de vensterbank of in je auto. Veel mensen hebben
hebben zo'n gezellig diertje in de auto staan. Shot, shot, shot. Dit zijn shotglaasjes. Een gezellige ananas en een cactus. 78 cent per stuk. En ideaal voor tuinfeestjes. En die mogen binnenkort weer. Oh, hier heb ik echt veel zin in. Ik ga er ook echt eentje openmaken nadat ik het jullie heb laten zien. Dit is een Curly Wurly. En ik weet niet of ik te oud ben voor een deel van jullie misschien wel. Maar dit ken ik nog van vroeger. Fantastisch vond ik het. Het ziet er zo uit. Een soort van opengewerkt kunstwerkje van chocola. Dit is zo lekker. Dit is karamel met chocola omheen. Curly Wurly, als je het niet kent, gaat proeven. Ondanks dat er nog een Curly Wurly ergens in mijn kies verstopt zit, ga ik door met het volgende. Hoewel veel mensen dit jaar natuurlijk in eigen tuin of in eigen land op vakantie gaan, is dit toch handig. Want je hebt geen zin om al je shampoo en je hele badkamerkast overal mee naartoe te sleuren. En dit is dus herbruikbaar, dus ook fantastisch voor volgend jaar. Dit is echt mega handig voor een body lotion. Of even kijken, oh, je kan hem ook nog open en dicht draaien, zodat niet je hele tas onder zit. Conditioner, shampoo. Hier doe ik altijd foundation of dagcrème in. Ja, ik ben echt groot fan van deze en ze gaan super lang mee. En dit tasje, daarmee kom je dus gewoon door de douane op het vliegveld. Ik vind het mega praktisch. Fan, leuk, love it. Nou, er komt vast nog een back to school shoplog ergens de komende maanden. Maar ik kon niet wachten om dit alvast mee te nemen. Dit is een agenda. Het lijkt een beetje een unicorn agenda of zo. Of meer een mermaid. Wat ik heel praktisch hier aan vind is dat je dus een hele week in één overzicht hier hebt. Dus op twee bladzijden heb je gewoon alle dagen van de week. Hij is een beetje basic aan de binnenkant. Maar hij kost ook maar 99 cent. Maar daar heb je dit voor. Dit zijn namelijk sticky notes en leuke stickers om je agenda mee te pimpen. Het zijn er 28 en 240 sticky notes voor 69 cent. Dus in combinatie voor 1,69 euro heb je helemaal een gepersonaliseerde agenda. Deze twee tover ik even samen uit de tas, want dit zijn rietjes. Ik heb twee verschillende varianten meegenomen. Eén variant is van papier, van recyclebaar papier. En de ander is herbruikbaar. Ze waren in heel veel verschillende kleurtjes. En ik zou persoonlijk voor deze gaan, want die kan je gewoon in de vaatwasser stoppen. En dan de volgende keer weer opnieuw gebruiken. Deze zijn 59 cent voor 12 stuks. En dan heb je deze 16 voor 39 cent. We gaan naar de knutselhoek. Want ik kwam aardig wat dingetjes tegen om leuke cadeautjes in te pakken. Of om lekker creatief bezig te zijn. Deze bijvoorbeeld. Dit zijn kleurplaten met velvet papier, dus het voelt echt mega zacht. Het zijn er vier stuks en ik ga ze even uitpakken. Kijk, zo zien ze eruit. Dit zijn de quotes. Oh, hier is de kip. Oh, jongens, het zit allemaal ondersteboven hierin. Ik vind deze twee het leukst. En die kan je dus gewoon inkleuren met je lievelingskleuren, inlijsten. Helemaal leuk. 99 cent voor vier stuks. Deze, ik ga er gelijk eentje proberen. Wat is dit, hoor ik je denken. Dit zijn cadeaudoosjes om zelf te maken. Het zijn allemaal verschillende soorten printjes. Volgens mij vier verschillende printen. 20 stuks. Oh! En er zitten ook labelsheets bij. Oh, kijk dit. Dit is gewoon meer een heel lief tasje. Nou, ik moet er even goed naar kijken. Maar dit is wel echt heel cute. 20 stuks voor 99 cent. Over knutselen gesproken. Ik dacht, hey, dat zijn oorbellen die je zelf kan maken. Maar dat is het nou net niet. Het zijn borduurhangers. Dan kan je dus met verschillende kleurtjes voorzien van die borduursels. 79 cent kost het allemaal bij elkaar. Ik ben dus niet zo'n hele grote kindervriend. Ik ben er niet zo goed in, jongens. Maar toch even iets meegegrist voor de kids. Dit vond ik vroeger echt zelf heel leuk. Hier kan je dus beestjes mee bekijken. Dit is gewoon een vergrootglas. Fikkie stoken, doe maar lief. Vergrootglas, 79 cent. Ik had in eerste instantie echt geen idee, maar ik zag een kledinghanger en ik was verkocht. Dit is een geurzakje om je kledingkast lekker te laten ruiken. Wist je dus dat motten een hekel hebben aan geurtjes? Dus als je zo'n geurzakje in je kast hebt, dan is ook de kans kleiner dat er motten komen. Oeh, deze ruikt echt heftig wel. Nou, maar dan doet hij in ieder geval zijn werk. Oh ja. Nou, ik heb dus een fase gehad dat ik helemaal into de lama's was. Gewoon alles, lama, alpaca. Totdat ik dus in mijn gezicht gebeukt werd door een alpaca. Bloedlip, alles. Sindsdien ben ik dus bang voor deze dieren. Maar mijn lama-alpaca-liefde is nog niet helemaal voorbij. Dus toen ik dit zag, toen moest het in het mandje belanden. Het is een telefoonhoesje. Volgens mij is deze wel voor de, ja, voor de Samsung Galaxy S7. Hij kostte 99 cent. Zit vol met lama's en glitters. Waar kan je nog meer voor wensen? Echt top ding. Bij de inpakpapier blijf ik altijd even hangen, want ik ben daar gewoon fan van. Ik heb een hele selectie thuis. En dit is super leuk voor als er een jongetje geboren is, want er staat Mickey Mouse op en oh boy, met een Disney printje. En dat voor onder een euro. Echt een kopie. Ik wil dus eigenlijk de hele tijd al af van die wattenschijfjes, want dat is niet heel
fijn voor het milieu dat je al die dingen constant weggooit. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Het is een make-up remover doek. Je moet hier je handen insteken zodat je lekker zo vast kan houden om over je gezicht te gaan. Maar wat zegt deze beste vrouw daarover? Erg bruikbaar dus. Hij kan in de wasmachine. Hij kost 89 cent. Nou, dat is echt een topprijs als het werkt. Ik ben heel benieuwd. Als jij dit al een keer hebt geprobeerd, laat me vooral weten wat je ervan vond. Next. Zomers productje. En het ziet eruit als gewoon ijsblokjesvormpjes. Maar deze zijn heel bijzonder. Want er zit namelijk zo'n spiesje of een stokje doorheen. Zodat al deze vormpjes die blijven aan dat stokje vastzitten. Dus dat betekent dat je een drankje, limonade, cocktail, wat je maar lekker vindt, heel feestelijk kan opdienen met zo'n stokje met verschillende soorten ijsblokjes eraan. Ik vind het helemaal leuk. Ik ga niet binnenkort ergens op een luchtbed slapen of iets dergelijks. Maar ik dacht echt, nou, dit is zo goedkoop. Dat moet ik hebben voor als het een keer van pas komt. Het is namelijk een opblaasbaar kussen. 99 cent dus, dit opblaasbare hoofdkussen. Hij heeft van dat zachte velvet. Dus er hoeft eigenlijk niet eens een kussenhoes omheen. Nou, echt best relaxed dit. Als je je koffer inpakt, dan wil je natuurlijk niet dat je schoenen al je kleding vies maken. Dus plastic zakje erom kan ook. Maar dit is wel zo fancy. Dit is namelijk een tasje speciaal voor je schoenen. De ritsje erin. Precies ruimte genoeg voor een paar schoenen. Of misschien wel twee. Deze schoenentas kost 99 cent. En hij was er in verschillende printjes. Deze vond ik wel zo stoer. Nou, dat was het. Een hele tas vol met producten van 99 cent of minder. Ik ben heel benieuwd wat jouw beste budgetkoop bij Action was. Laat het ons vooral hieronder in de reacties weten. Heel nieuwsgierig en ik heb altijd zin om te kletsen. Dus laat vooral een berichtje achter. Volgende week maandag zijn we er weer met een nieuwe video. Doei, tot de volgende keer!